Henoch, hoeveel er in de loop der eeuwen op aarde veranderd is, een verandering die wij slechts in ons korte leven meermalen met verbazing bemerken. Eén ding is er, dat alle tijden hetzelfde blijft, namelijk het menselijk hart. De wereld in haar uitwendige verschijning ondergaat menige verandering, die getuigt van het genie van zijn mensengeest, van de vruchtbaarheid van zijn verstand. Maar de mens zelf verandert niet. Hij mag zijn lichaam tooien met hetgeen de godin der mode hem voorschrijft. De gedaante van zijn leven mogen zich wijzigen. De uitgang zijns levens, het hart, ondergaat geen verandering. Hetgeen in het begin van de wereldgeschiedenis van dat hart getuigd werd, is ook nu waar. Het gedichtsel van de gedachten des harten is de alle dagen alleen boos. Vandaar dat ook al wisselende vormen des levens door de ganse wereldgeschiedenis heen in beginsel dezelfde strijd wordt gestreden. De strijd tussen dood en leven, zonde en genade, wereld en kerk. De paradijsstrijd tussen het slangengebroed en het heilig zaad, die eerst volleindigd zal worden met de verschijning van de Christus triomfator, die wij uit de hemelen verwachten. Wanneer de apostel ons in dit hoofdstuk, Hebreeën 11, bepaalt bij de geloofstrijd van Henoch, de getuige Gods die leefde in een tijd wiens sporen door de zonvloed zijn uitgewist, eeuwen en nog eens eeuwen her, dan is toch dit woord actueel in voor de nu strijdende kerken Gods. Dan is het onze strijd die in Henochs levenswandel en triomf en levenstriomf ons wordt voor ogen gesteld. Ja, in zonderheid door de vergelijking van de eeuw waarin Henoch leefde met de eeuw waarvan wij kinderen zijn, zien wij bevestigd de waarheid der spreuk dat er niets nieuws is onder de zon en de levensgeschiedenis telkens een kringloop volbrengt. Want, zegt Jezus, gelijk in de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, gelijk ze waren in de dagen voor de zonvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en zij bekenden het niet, totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, Matthäus 24, vers 37 tot 39. Henoch, die als prediker der gerechtigheid te midden van de ten dode gedoemde mensengeslacht voor de zonvloed wandelde, mag ons dus ten voorbeeld zijn in de strijd des geloofs, waartoe God zijn heiligen in onze dagen, die kennelijk het stempel de laatste dagen vertonen, roept. Tegenover de wereld waarin wij leven, kunnen de strijders Gods met geen ander, met geen minder geloof dan Henochs geloof volstaan. Welaan, laat ons dan ons aangezicht opheffen naar de wolk van getuigen die wij rondom ons hebben liggen, opdat wij met lijdzaamheid mogen lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ik spreek tot u over Henochs geloof en wijs u op de godvruchtige openbaring en ten tweede de glorieuze bekroning
en de verborgen kracht van dit geloof. Zodra de geschiedenis haar loop begon, kwam het uit dat God zijn woord getrouw volbracht. Zijn woord dat tot de duivelse slang gesproken: ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Van de begin af brandde de strijd die de mensheid als in twee oorlogspartijen tegenover elkander deed staan. God heeft van het begin af de grote tegenstelling gezet en gehandhaafd tot heil van zijn kerk en tot glorie van zijn heilige naam. Wel was de wereld voor de zondvloed uitwendig één geheel, een andere wereld dan waar wij in leven. Men had geen dagbladen waarin men elkander bestreed met kracht van het geschreven woord. Men had geen bijeenkomsten waar men elkander bestreed met het geweld van het gesproken woord. Maar toch was er een nimmer rustende strijd, van welks felheid wij ons geen begrip kunnen vormen. Een strijd die onze hedendaagse worsteling in ruwheid en wreedheid verre overtrof. Reeds was het de vijand gelukt Abel te doden, en wien de kerk haar edelste kampvechter verloor. Maar door Gods genade was in Zet het heilig zaad andermaal uitgesproken en opnieuw in de heilige linie begonnen, die tot de kribbe van Bethlehem niet onderbroken zou worden. Het is een lange rij van eerbiedwaardige mannen die vanaf Adam af de banier des geloofs hebben gedragen en de traditie van het geloof aan het volgende geslacht hebben bekendgemaakt. Deze geloofshelden, van wie Paulus er enkele noemt in dit hoofdstuk, ontlenen haar betekenis niet als wereldse helden aan de daden van menselijke heroïsme, heldenmoed, maar daaraan dat ze krijgsknechten van Christus en afschaduwen van Christus zijn. De held bij God, bij wie God voor Israël hulp heeft beschoren. Deze helden zijn ons lief, omdat ze in zoverre Christus gestalte in hun leeft. In deze rij van geloofshelden, in wie God zijn beloftes gestalte gaf, noemde apostel eerst Abel en daarna terstond Henoch, die de zevende van Adam was. Hij noemt Henoch omdat deze een bijzondere man is in een bijzondere tijd. Ten tijde van Henoch klom de vijandschap vanuit het slangenzaad opgroeiende wereld tot haar hoogtepunt, zodat zij zich rijp maakte voor het gericht. Henochs tegenvoeter was Lamech, de vijfde van Kaïn, die in zekere zin zijn tijd ver vooruit was, want hij deed wat wij in onze dagen van ongeloofsprofeten horen. Hij heeft niet alleen de zonde gedaan, maar, nog wel in dichterlijke taal, de zonde als zonde verheerlijkt. Het waren ernstige tijden, gevaarlijke tijden, naar de mens gesproken. Tijden waarin het moeilijk was een kind van God te zijn. Het geslacht van Kaïn wies aan en door zijn roemrijke uitvindingen onderwierp het de aarde en verlokte het de mensheid tot werelddienst. En het geslacht der godsgetrouwen was klein, een lelie onder de doornen. O, indien gij een bewijs wilt van de trouw en ook van de grenzeloze
langmoedigheid van uw God. Zie dan het wonder van Gods trouw daarin, dat hij aan dat kleine, armzalige overblijfsel zijn verbond gestand deed. En deze wereld voor de zonvloed nog zo lief had, dat hij zijn getuigen nog deed schitteren voor elks ogen. In deze bijzondere tijd was het dat Henoch de linie der vromen voortzette, in de rij der getuigen trad. Wij hebben wel het recht hem een bijzonder man te noemen. Over zijn persoonlijkheid hangt om de grootste gebeurtenis van zijn hemelvaart, een waas van het mysterie. De grootste ere die een mens ten deel viel was zijn en voorts Elias deel. En toch weten wij weinig van hem. Van Noach weten wij dat hij de ark gebouwd heeft. Van David worden ons de oorlogsdaden beschreven. De gangen van Paulus kunnen wij nagaan als van schrede tot schrede. Maar over Henochs leven schijnt de sluier van het onbekende uitgespreid. En toch, al mogen de uitwendige verschijning van zijn persoonlijkheid voor ons als in nevelen zijn gehuld, het inwendige, de diepe drijfkracht, de eigenlijke kern van zijn leven is voor ons niet verborgen. Er wordt ons niet gezegd of hij nog bijzondere gaven had, van lichaam of van verstand of karakter. Maar één ding had hij zeker, en dit ene is het meest grootse, het heiligste, het heerlijkste wat een mens bezitten kan. Henoch had het geloof. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. Het merkwaardige van deze mededeling is dat Henochs triomfantelijk levenseinde beschouwd wordt als een geloofsdaad. Althans, als een geloofswerking. Zeker, Gods wondermacht heeft deze strijder op aarde als overwinnaar in de hemel gesteld, zonder dat hij de dood zag. Maar toch is het geloof daarbij het middeloorzaak geweest. Het geloof echter moet hier door ons niet worden aangemerkt als een plotseling ontzaglijke geloofsactie, maar als een gestadige geloofsontplooiing. Een geloofsleven, een geloofswandel, in het Oude Testament wordt ons van Henoch immers gezegd dat hij wandelde met God. Versta dit wel. Vluchten tot God met uw noden in de hoop van hem geholpen te worden, te bekwame tijd, dat is genade. Vertrouwen op God in de tijd van zielsverzoeking en van strijd, dat is nog meer de genade. Maar te wandelen met God, dat is de hoogste trap van het geloof die Gods kind op aarde bereiken kan. Het is ook niet met enkele woorden te zeggen wat dit inhoudt. God spreekt tot Abraham: wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dit is een wandel voor God. Van de kinderen Israëls wordt getuigd dat zij wandelen achter de Here. Dit is een wandelen achter God. Maar hier is sprake van iets nog intiemers en nog heiligers, namelijk een wandelen met God. Het is die bijzondere, tedere betrekking waarvan een Malachi 2 vers 6 sprake is, als tot de priesters des Heren gezegd wordt: gij wandelt het met mij in vrede en in gerechtigheid. Hier duidt tweeërlei verhouding aan. Het is ten eerste een verhouding van God tot de mens.
God richt met de mens een bijzonder vriendschapsverbond. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. God stelt zich als God niet slechts boven, maar ondoorgrondelijke genade. God stelt zich als vriend naast de mens, spreekt met hem, wandelt met hem. Was het niet uit kracht van die verbondsvriendschap dat de Heere zeide: zou ik voor Abraham verbergen wat ik doen zal? En is uit de bron van datzelfde genadeverbond niet naar het woord van Jezus ontsprongen: ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Maar veronderstelt de wandel met God een daad van de zijde des mensen? Henoch heeft aan God ook de geheimen zijns levens bekendgemaakt en niets verborgen gehouden. Zijn ziel was voor de Heere een geopend boek. En niet maar op enkele gezette tijden zocht hij het aangezicht Gods in het gebed, maar zijn leven zelf, zijn in- en uitademen was een bidden, een zuchten: wat wilt gij dat ik doen zal? Het geloofsleven was bij hem een tweede natuur geworden. In de werken Gods, in de schepping, zag hij Gods deugden duidelijk schijnen. Op de akker van de dis, in zijn leed, in zijn vreugde dacht hij aan God. Ging hij ter ruste, dan was het: laat mij slapend op u wachten. Kon hij de slaap niet vatten, dan was het: ik peins aan u in de nacht waken. En 's morgens bij het ontwaken word ik wakker, zo ben ik nog bij u. En bij al wat het aardse leven hem schonk, werd zijn ziel overheerst door heimwee. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij zult mij opnemen in heerlijkheid. Is het wonder dat God aan deze vriend ook het grote geheim van de toekomst des Heren heeft bekendgemaakt? Adam en de andere aan Henoch voorafgaande patriarchen wisten door de belofte van de overwinning, waarmee de strijd van het vrouwenzaad zou worden bekroond. Maar als bijzondere gunst heeft Henoch over de eeuwen heen de tweede komst, de triomfantelijke wederkomst van Christus, gezien. En daarvan getuigt met de woorden: ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken en wegens al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Uit kracht van de innerlijke werking van het geloof heeft Henoch dit groots visioen van Jezus' wederkomst over het kruis heen gezien. Uit de inwendige godsgemeenschap heeft hij door de geest van Christus deze waarheid geput en hij is verblijd geweest. Want juist wanneer het geloof levendig is en naarmate het werkende is, ergert zich Gods kind aan het godtergen bedrijf der goddeloze wereld.
Henochs ziel kromp en een bij de aanschouwing van zoveel ongerechtigheid. Hij kon niet uitstaan het smaden van die dierbare naam van zijn God. Hij kon niet verdragen het tartend lachen van de hel. En hij zag op en vroeg: Heere, hoort gij het geroep van uw wederpartijders? Ziet, daar kwam het antwoord: Jezus komende met zijn heiligen, treden der vierschaar om gericht te houden. En wat zijn geloof innerlijk uit de godsgemeenschap ontving, heeft hij ook uitwendig bekendgemaakt. Als het geloof werkende is, heeft de heilige ook moed om de wereld met de prediking van zeren toekomst tegemoet te treden. Sidderend van verontwaardiging, maar ook bewogen door erbarming, heeft hij het geslacht van Kaïn op de komende rechter gewezen. Hij heeft hun harde woorden beantwoord met goddelijke woorden, vermanende woorden, goede woorden. Zo is het geloof als een plant die in het verborgene haar wortels schiet en zichtbaar haar vruchten draagt. Wanneer hij nog niet met God gewandeld had, zou hij niet voor het oog der mensen een zo groot profeet zijn geweest. Naarmate ook uw geloof dieper wortelt in de gemeenschapswandel met God, zal uw geloofsopenbaring voor het oog der wereld groter en moediger zijn. De oorzaak dat wij in onze tijd zo weinig profetisch getuigend voor de wereld optreden, ik bedoel voornamelijk het persoonlijk geloofsgetuigenis, schuilt daarin dat de verborgen geloofsomgang met God minder teder en levendig is. Laat uw bede zijn dat Gods geest in u meer twiste met de wereld, opdat gij leeft nabij God. Punt 2. Hetgeen onze tekst nu vermeldt van Henoch is een bekroning van dit geloof geweest. Het einde van Henochs aardse leven is niet te verstaan zonder het geloofsleven zelf. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest omdat hij door het geloof gewandeld heeft. Op zichzelf is het niets bijzonders dat Henoch werd gekroond. Paulus zegt aan het einde van zijn loopbaan: Voorts is mij voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. Aan elk van zijn getrouwen belooft Jezus de kroon des levens. Maar deze kroning van Gods kinderen heeft plaats aan de andere zijde van het graf, achter het gordijn van deze tijdelijke wereld. Aan deze zijde van het graf wedervaart enerlei lot de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Gods kinderen moeten ook sterven. Aan het eind van hun levenspad wacht hen de laatste vijand, de dood, en de rouwklagers gaan om door de straten. Maar het wondere van Henochs leven is dat hij de kroon hier ontving en met de levenskroon op over het graf heeft gezegevierd en is ten hemel gevaren. Wel zegt de schrift dat hij weggenomen is geweest, maar er behoeft geen twijfel te zijn of dit is een wegnemen naar de hemel geweest. Letterlijk staat er overgebracht, verplaatst, waardoor wordt aangeduid tot de bestemming gekomen. Het past ons niet na bijzondere curieuselijk te zoeken. Het zou deze wegneming, het hoe deze wegneming heeft de schrift voor ons geheel verborgen gehouden. Van Elisa's hemelvaart wordt nog gemeld dat het door de dienst van vurige paarden en een vurige wagen is geschied. Van Lazarus zegt Jezus in de gelijkenis dat engelen zijn ziel brachten in Abraham's schoot. Van Henoch weten wij niets meer dan dat hij weggenomen is.
hetgeen op zichzelf, echter op zichzelf wel veelzeggend is, want hij werd weggenomen van de aarde, die voor hem schrikkelijke doornen droeg, naar een wereld waar alle tranen van de ogen worden afgewist, uit het gezelschap der zondaren, naar de vergadering der heiligen, die reeds voor waren gegaan. Van de voetbank naar het troon, ziet, deze man heeft de laatste vijand niet gezien, geen sterfbed, geen doodzweet, geen laatste snik. Wie redt zijn ziel van het graf? Vraagt later Israëls dichter. Wie is het die de slaap des dood niet eens zal slapen? Zie hier, Henoch heeft zijn ziel van het graf gered. Het graf heeft deze buit moeten afstaan aan God. Wel ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, wel onnaspeurlijk is de soevereiniteit Gods. Abel, hoewel hij door het geloof een meerdere offerander bracht dan Kaïn, moest sterven. En de tabernakel van al Gods kinderen wordt verscheurd, gebroken, verwoest. En waarom werd Henoch zonder dit ontzettend proces opeens bekleed met het huis bij God? Het huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dit is Gods vrijmacht. God is soeverein in zijn beschikking over deze ingang in het leven. De een van zijn verkorenen ligt als kind in de koningswieg. En een ander van zijn kinderen, ja, nog wel, zijn één geboren zoon ligt in de kribbe bij zijn intree in de wereld. God is soeverein ook in het lijden van de doorgang door het leven. Sommige van zijn kinderen hebben gulle zonneschijn, anderen alleen schaduwen op hun pad. En zo geschiet het ook Gods welbehagen betreffende de uitgang uit het leven. Er zijn er die door een zware doodstrijd moeten strijden. En er zijn voorbeelden van zo'n hevig lichamelijk lijden van de stervende, dat de nabestaanden zuchten, och Heere, neem hem maar weg, dit lijden is niet aan te zien. Maar ook is het sterven soms zo zacht, dat de stervende de dood niet smaakt. Het is een inslapen, een geheel onbewuste overgang naar de eeuwigheid. In zijn beschikking is God vrij. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Het is zijn welbehagelijke wil geweest dat Abel kermend, bloedend neerzonk onder de moordenaarshand van zijn broeder en dat Henoch als overwinnaar met de kroon van het eeuwige leven op het hoofd werd weggenomen in de heerlijkheid. God is vrij, maar meen niet dat deze zegepraal van het leven zonder Henochs geloof is geschied. Duidelijk zegt de apostel, door het geloof is Henoch weggenomen geweest. En hij voegt er de bedoeling der wegneming bij, opdat hij de dood niet zou zien. Wat het einde van 's mensen leven betreft, zo geldt de regel. De mens sterft zoals hij geleefd heeft. Het levenseinde is de voltooiing van de levensgang. Let op de vrome en zie op de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn, zegt de psalm aangaande het volk Gods. En van de wereldling geldt het woord, welker einde is het verderf. Henochs einde moet daarom uit het leven zelf, ik zeg niet worden verklaard, maar worden verstaan. Zijn leven is door de genade Gods dermate openbaring, een doorwerking, een triomf van het geloof geweest dat God dit leven kroonde door de geest ganselijk te doen overwinnen op het stof. Henochs lichaam werd een geestelijk hemels lichaam. Toen kon de aarde hem niet meer houden. Hij voer naar boven. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest.
dat er buitendien nog een bijzondere oorzaak geweest is waarom God dit zijn kind zo buitengewoon heeft begenadigd, wordt aangeduid door de toevoeging opdat hij de dood niet zou zien. Hieruit af te leiden dat Henoch een bijzondere angst voor de dood gehad heeft en dat de Heer hem daarom de verschrikking van het sterven heeft willen sparen, waren een al te oppervlakkige gissing. Het gebeurt wel dat de Heere sommigen van zijn kinderen, die hun ganse leven tegen het feit van het sterven hebben opgezien, de weg van door de doodsvallei in bijzondere zin gemakkelijk maakt, door hen opeens, door een plotselinge stilstand van het hart, of door een ziekte, die als een bliksemstraal hen velt, thuis te halen. Het kan ook van hen gezegd dat zij de dood niet hebben gezien. Maar dan had de Heere zijn vriend Henoch ook op deze wijze door de doodsjordaan kunnen leiden, zonder daarom voor hem de uitzondering te maken dat hij aanstonds verheerlijkt werd. Naar onze mening moet daarom deze toevoeging een meer bepaalde aanleiding hebben gehad. Hetgeen de apostel Judas over ons van Henoch vermeldt, geeft ons reden te denken dat de patriarch een bijzondere geloofstrijd tegen het kanaanitische slangenzaad heeft gevoerd. Dat hij aan bijzondere vervolging heeft blootgestaan, gelijk eens Kaïn op zijn broeder Abel, zo heeft het geslacht van Kaïn op de edelste getuigen in de rij der heilige helden geloerd om hem de profetische mond te snoeren, zijn conscientie wondende tong onschadelijk te maken.